Oral history is een historische methode, een methode voor historisch onderzoek, waarbij er een interview wordt opgenomen. Een gesprek tussen aan de ene kant iemand die met ervaring kan spreken over een bepaald historische gebeurtenis. En aan de andere kant een interviewer die goed voorbereid is. En het interview wordt opgenomen. Op die manier wordt eigenlijk een bron gemaakt. Ik ben dus bezig eigenlijk ook met het vormen van nieuw erfgoed, nieuw archiefmateriaal. Wanneer we mensen opnemen, stemmen opnemen, doen we iets dat van grote toegevoegde waarde is. Niet alleen voor ons eigen onderzoek, maar ja, wat ik net al aangaf, we zijn nieuw erfgoed aan het vormen. De meerwaarde van oral history is dat je mensen een stem geeft, groepen een stem geeft, die eigenlijk weinig gehoord zijn, die je weinig terug ziet in de archieven of in andere materialen. En dan kun je denken aan bepaalde migrantengroepen, bepaalde minderheden, mensen met een bepaalde ervaring die nog niet veel is opgeschreven. Ook betekent oral history vaak dat er een nieuw perspectief wordt toegevoegd. In de nationale archieven, in de collecties van de overheid bijvoorbeeld, vind je een overwegend bestuurlijk, politiek perspectief. Ga je met mensen spreken, dan krijg je heel andere perspectieven vanuit de ervaring van iemand die het in een heel andere rol hetzelfde heeft meegemaakt. Oral history heeft dus ook vaak als doel dat het bijdraagt aan emancipatie en ook aan sociale rechtvaardigheid. Je geeft minderheden een stem. Wat je nooit moet vergeten als je in het kader van je onderzoek mensen gaat interviewen, is dat een mens is en geen encyclopedie. Waar je ook niet mee bezig bent, is wat met een mooi woord waarheidsvinding heet. Je bent niet op zoek naar de waarheid, je bent op zoek naar het verhaal, naar de ervaring. En om dit te illustreren, een heel eenvoudige vraag. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het gezin waar je in bent opgegroeid, je hebt meerdere broers en zussen, vraag eens aan je broers en zussen wat zij vonden van een bepaalde gebeurtenis of wat ze vonden van de houding van je ouders. Ik weet eigenlijk vrijwel zeker dat je net zoveel broers of zussen als je hebt, krijg je ook net zoveel verhalen. Hou dat in gedachten als je iemand interviewt. Een mens is geen encyclopedie en je bent niet bezig met feiten, je bent bezig met ervaringen. Deel dat ook. Als je je goed voorbereidt op het gesprek, betekent dat dus ook dat je je goed bezighoudt met de ethische kant van het doen van zo'n interview. Ga ook niet met heel veel mensen naar zo'n gesprek. Creëer een goede sfeer. Leg uit wat je doet en leg ook uit wat wel en niet de bedoeling is. Haal ook die spanning weg bij degene die je interviewt, dat die niet alles hoeft te weten. Want het gaat nu even niet om de feitjes en de kennis, het gaat om het perspectief en de ervaring. Tot slot is het belangrijk om uiteraard ook bij de technische kant stil te staan en goed voorbereid te zijn bij het feit dat je straks moet documenteren. Met andere woorden, zorg dat de persoon die je interviewt de naam noemt, zorg dat ook de datum en de locatie vastgelegd zijn. Zorg voor een systematische aanpak. Het is niet nodig dat ik in deze cursus heel erg de diepte inga over alle methodologische aspecten van oral history. Er is namelijk ongelooflijk veel goed materiaal online verkrijgbaar. En ik zou graag willen wijzen op het Samuel Proctor Instituut. Dat is een onderdeel van de University of Florida. Waar er al enkele decennia oral history onderzoek gedaan wordt en heel veel ervaring is met het houden van interviews, ook in samenlevingen en met bevolkingsgroepen waar allerlei gevoeligheden een rol speelden. Dit instituut heeft bijvoorbeeld ook veel gedaan op het gebied van de civil rights movement. Heel interessant om te kijken wat zij al hebben gedaan, maar ook interessant om te kijken naar hun lesmateriaal online. Samengevat, oral history interviews zijn ongelooflijk leuk, maar ook ongelooflijk belangrijk. Maar bereid je wel goed voor. Doe het systematisch, train jezelf en ga ook niet solo. Doe het met iemand. Zorg dat je goed voorbereid bent en wees ook bewust dat wat je doet, dat je dat niet alleen voor jezelf doet. Je bent
nieuw bronmateriaal. Je bent eigenlijk erfgoed aan het maken. Waar ook straks een andere onderzoeker veel aan kan hebben. Hou dat ook in gedachten. Dwaal dus niet te veel af in jouw richting. Maar hou het breed, zodat je zoveel mogelijk onderzoekers met jouw interview een groot plezier kan doen.